Wij gaan... Ik heb een bijzondere week achter de rug, want... Nee. En nekpijn. Oorpijn en nekpijn. Auw. En binnenkort gaan wij op avontuur. Ja, dit geloof je dus niet. Ben je er weer? Ik stoot net een stuk van mijn tand eraf. Wacht even. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Wij zijn thuis. We gaan knutselen. Want dit heeft Cassie Silver voor zijn verjaardag gehad. Ja. Dus wij gaan beeldjes schieten. En wat ook wel echt super handig is, is dat de instructies erbij zaten. En er zou ook een houten soort van lollystokje bij moeten zitten. Maar wel deze, dus we gaan deze maar gebruiken. Gelukkig leven we in een wereld met internet, dus kunnen we tegenwoordig ook gewoon even de handleiding opzoeken. En de verhouding, want dat was toch wel een van de meest cruciale dingen bij dit, denk ik. 300 gram van dit is 100 gram, 180 gram... water. Dus dat gaan we doen. We gaan dadelijk mogen we ze verven, maar eerst moeten we even geduld hebben, Jessie Silver, want we gaan de gips gaan we erin doen en dan moeten we 3 uur wachten voordat we ze kunnen schilderen. Dus dat is best wel lang, maar we gaan hem er gewoon eerst in doen. Oké? Maar dat duurt niet lang, dan moeten we deze. Nee, dat kan niet. Maar we kunnen dadelijk wel tussendoor even wat anders schilderen natuurlijk, hè? Om de tijd te doden. En we gaan zo nog wat leuks doen, maar Jessie Silver weet nog niet wat. Wil je het weten, Jessie? Jessie Silver, wil je weten wat we gaan doen zo? Ja of nee? Wil papa het vertellen? Ik wil het ook weten. Wat gaan we doen? Wij gaan zwemmen! Hey Jessie Silver, wil jij even tegen onze lieve patatties vertellen hoe jouw allereerste schoolweek is geweest? Hoe was jouw allereerste schoolweek? Was het spannend? Nee. Nee? Was het leuk? Heb je leuke kindjes? Heb je al vriendjes gemaakt? Ja. Oké. Okay. En heb je een leuke juf? Ja. Juffen, hè? Hoe heet ze ook weer, de juffen? Juffrouw Lisette. Maar nou krijg je die juffrouw niet meer zetten. Ja, Lisette en Naomi, hè? Ja. Hey, en als jij dan klaar bent met school, wie komt jou dan allemaal halen? Wie kwam jou halen met de grote bakfiets? De meester. De meester, hè, van de BSO. En wie kwam jou op dinsdag halen? Oma Elfje. Ja, en wie kwam jou op woensdag halen? Papa. Ja. Kom nou de meester mij ophalen? Wij zijn vandaag lekker vrij met z'n allen. Ik hoef niet meer naar school. Dit weekend niet, en daarna weer wel. Het weekend zijn we lekker samen. Nee. We gaan wel wat leuks doen. Ook ik heb een bijzondere week achter de rug, want dit was mijn allereerste fulltime werkweek weer sinds ik ziek ben geweest. Ja, super trots op jou. Snel gegaan, hè? En dan gelijk zo'n chaos op je werk. Ja, het is wel echt gelijk een uitdaging.
Maar ik heb het overleefd en daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Dus, dat mag je zeker, nee, dat moet je zijn. Ja. Anders zou ik je echt een beeld ook geven. Dat mag je sowieso wel. Oké, dan ben ik niet trots. Okay. Spanky, spanky. En wat ook super lief was, is dat toen ik thuis kwam op vrijdag van mijn werk, toen waren er bloemen bezorgd. Kijk, ik heb ze even hier zo mooi neergezet. En ik vond het echt super attent. Fijn dat je na een lange strijd weer met je werkzaamheden mag beginnen. Veel werkplezier, hartelijke groeten. Het managementteam van Beter Horen. Dus dat is echt wel heel lief. En ja, zoals ik al zei, ik ben super blij dat ik weer aan het werk kan. En dat ik echt weer wat kan betekenen voor de mensen. Dat ik weer ergens anders mee bezig kan zijn. Dat even het normale leven weer een beetje doorgaat. En ja, nou, zoals we al zeiden, het is echt wel even pittig nu op werk. We hebben een aantal uitdagingen. Moedselingen uitdagingen. Maar we doen ons best en verder hopen we op begrip van de klanten. Wat gelukkig best wel gebeurt, want over het algemeen heb ik gewoon hele lieve klanten. We gaan eventjes de diertjes gieten. Maar dan moeten we wel even de tafel beschermen. Deze nog? Nee, maar ik ga wel even de tafel beschermen. Of misschien wel zo handig. Ja, mama helpen. Even pakken. Maar ondertussen is, zoals jullie zien, Sergio niet van de keuken verdwenen. Nee, het gaat als een tiet. Dat is echt niet normaal. Ik vind het wel heel leuk. Ja, je passie, je vuurtje wordt weer aangewakkerd. Het is ook doen wij goed met, hè? En daarin uitblinken. Zo is het. Ja, het is gewoon leuk dat je dat nu voor erbij kan doen. Dat je een vaste, ja, gewoon vastigheid hebt. En dat je dit nu gewoon echt half hobby, half beroeps kan doen. En dat je heel de buurt blij maakt. Want er is eigenlijk nog niet, er is nog eigenlijk niks in deze buurt. En ik denk dat je kracht is dat je... Ik denk dat je kracht is dat je gewoon allemaal verschillende gerechten maakt en gewoon heel erg afwisselend bezig bent. Ik heb helemaal niet een schilder. Nee, we moeten eventjes zo. Even een doek pakken. Misschien zullen we even op je kaars placemat. Nee, dat niet. Ja, maar het moet om de tafel te beschermen, bedoel ik, schat. Oh. Ja, we merken wel een beetje dat Jesse Silver het pittig heeft gehad deze week. Denk ik dat het daarmee te maken heeft. Want, ga jij maar even verder. Even herrie maken. Ja. Ik kom op tafel, maar je moet herrie maken. Ja, maar het geluid op deze camera is toch minder goed. En daar klagen de mensen af en toe even over. Dus als er allemaal geluiden op de achtergrond zijn en je probeert te praten, dan komt het niet zo goed door. Ja, kunnen we het proberen. Kijk of het werkt. Oh, wat verdorie. Potjandosie. Potjandikkie. Hij is een beetje, hij heeft een randje hier zo. Dat is niet handig. Pak die doos even van mij, schat. Oké. Nou, wat we als eerste gaan doen is deze. Ja, hallo. Hierin. Kom even dichter bij mij, anders zien ze jou niet. Oké. We hebben de schaar nodig. Schaar nodig. Papa, thank you. Zo. Oké, en nu moeten we dus heel voorzichtig, Jessie. Ja, want anders doen we lekker niks. Ben je er klaar voor? Ja! Oké, wacht hè. Doe maar voorzichtig. Voorzichtig, papa. Jij bent ook heel goed op je school al aan het knutselen, hè? Ja. Allemaal leuke dingen aan het doen en maken. En op de BSO. Oh, wat een leven. Zo. Oh, nou, gaan we dit doen? Nee. Want die is om te schilderen. Je mag nu voorzichtig roeren met deze. Oh, goed zeg. Je bent helemaal klei aan het maken.
alleen een beetje op, hè? Ja, 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 ja. Doet het hartstikke goed. Oké, nou gaan we schilderen. Had je al 180 gedaan, schat? 180, nee. Hoeveel dan? 400. Nee. Ja, schat, je moet wel kijken wat erop staat. Ja, ik zei 300 van dit is al 180 water. Nou is het veel te... Oké, mislukt. Oké, dus dat ging even niet helemaal goed. Toen hebben we bedacht, misschien als we er gewoon een beetje tegellijm bij doen. Want ja, verpest is het toch al, dus erger kan het niet worden. Doen we gewoon een beetje tegellijm erbij en dan kijken we wel of het wat wordt. Nee, voegsel heb ik erbij. Voegsel. Dat is mooi wit. Ja. Dat is ook vrij fijn van structuur. Ja. Vond ik een goed idee van je. We gaan eens even kijken. Vond een goed idee van je. Dankjewel. Fijn. Vond een heel goed idee van je. Fijn dat je het toegeeft. Wil je dan een keer, dankjewel. Graag, doe nog maar even een keer. Een heel goed idee. Dankjewel. Nou. Olifantje. Beertje. Aapje. Gorilla. Nou, dan kunnen we het even gaan uitsmeren. En dan op hoop van zegen. Dat staat op mijn deur. Dit is zilver is. Oh, wat gooi je? Eén! Eén! Dat kan ook eens. Oh, je bent bijna bij je eigen kleurtje, zie je? Eén! Nu is vaas! Oorpijn en nekpijn. Ja. Auw. Doet dat al zeer? Ja. Ik ga zo kijk, even in je oor kijken, oké? Nee, nee. Nee, nee, ik doe niks, ik doe niks. Ik kijk alleen. Ik zie er niks uitkomen. Maar hier niet, maar daar wel. Dus dit doet al zeer? Ja. Mag ik zo even in je oor kijken, Jessie? Oké. Hé, hey. Papa heeft zelf. Ja, hoe heet het? Fantuccini gemaakt. Fantuccini. Proeven. Ja, maar proeven. Ze ruiken wel super lekker. Ja, ze zijn nog een beetje zacht, maar. Ze moeten wel een beetje uithalen. Nou, de sinaasappel had niet mogen ontbreken. Nee, dat hoort er wel echt in, hè? Auw, mijn oor doet zo pijn. Ik denk dat het komt dat je gewoon heel veel onder water bent geweest. Ik ook. Ik hoop niet dat je weer een gaatje hebt. Nee hoor. Ik heb geen ik heb geen gaatje. Heel lekker, schat. Ja? Ik heb... Kunnen ze verkopen? Ik heb geen gaatje. De markt woensdag? Ik heb geen gaatje in mijn oor. Wat vind je als we deze koekjes allemaal lagen voor vanavond? Wat vinden jullie daarvan? Goed idee. Okay, heel goed idee. Gaan we ze bewaren voor vanavond? Of zullen we ze morgen meenemen naar oma Anja? Ja! Of naar school. Je mag er ook eentje meenemen om naar school als je wil. Ja. Maar dan wil ik dit, hè? Dit, vijf. Vijf. Dat zijn mijn shall we begin with one? Ja. Zo, Jessie Silver heeft even de camera overgenomen en die gaat nu even de mooie koekjes laten zien. Pak je goed zo. Oeh, die zijn mooi. De accu is leeg. We gaan proeven. Oké? Ja. Nee, pak maar kleine. Zo, Jessie. Ga je je eigen gemaakte koekje even proberen? Pak maar de allerkleinste. Oh, hij pakt de grootste. Ah. Ik hoor een crisp. Ik hoor een crisp. Hij legt hem nog niet terug, dus dat is goed. Is die lekker of niet? Laat me die zo in spanning. Oh, hij is lekker.
Mag ik ook ja, opnemen? Heb je goed gemaakt? Oeh. Je hoort hem helemaal kraken. Ja, veel beter dan ik dacht. Ja? Ja. Lekker kraken. Moet je een beetje... En er moet poedersuiker overheen, nog volgens het recept. Oh. Proost. Proost. Zo, wij zijn onderweg, bijna, naar Tilburg. En binnenkort gaan wij op avontuur. En we gaan nog niet vertellen wat, maar wel dat we met de auto gaan en dat we lang gaan rijden. Dus daar hebben we wat voorbereidingen voor getroffen. Namelijk voor Jessie Silva. En heel leuk. Ja, doe maar. En heel leuk. Ja, wat is het? Een soort van... rijsttafel. Een rijsttafel. Nee, geen rijsttafel. Een reisbureautje. Waarop die kan tekenen. Ga je mij tekenen? Jij hebt een snor. Heb ik een snor? Nou, bedankt. Kijk. En laat eens zien hoe je het kan wegwissen. Hier zo boven had je hem gedaan. Kijk, dan heeft hij dus ook een dop. En daarmee kan hij het. Als hij het echt doet, dan wist hij het dus weer. We hebben een vakje waar we de iPad kunnen zetten. Een beetje drinken. Zijvakjes waar we nog van alles kunnen zetten. En we hebben daar dus een bandje voor zijn hoofd. Mocht hij in slaap vallen, dat we zijn hoofd vast kunnen zetten. Zodat hij geen pijn in zijn nek krijgt. En hopelijk een beetje... gewoon naar achter gehouden wordt. Dat is voor mij ook één. Dus dit is een goede trip naar Tilburg om het allemaal even uit te proberen. Let's go. Maar oh. Eerst even koekjes bezorgen. Eerst even koekjes bezorgen, ja. We zijn aangekomen bij een dilemma. Dit is de tweesprong van het leven. Ik moet links, maar ik moet rechts. Eerst links, dan rechts. Bam. Eerst links, rechts. Ik pak hem gewoon frontaal. Ja? Komt ie. Mijn oogjes zijn zo klein. Zo klein dat het echt tijd is om naar bed te gaan. Ja. We hebben vandaag niet veel gefilmd. We hebben even lekker genoten van ons dagje. Met z'n drietjes, met z'n vijven, zes uiteindelijk met Richard en mijn nichtjes erbij. Lekker gegeten. Lekker gekletst, gebabbeld en nu is het tijd voor bed. Morgen een nieuwe dag, ga koken. Ik sta woensdag op een food evenement in Ockenburg. Zaterdag misschien een cateringetje. Kortom, weer een leuke drukke week voor de boeg. En vergeet ik niets? Denk je niet? Ja? Gewoon überhaupt start van een nieuwe week. Zo is het. Tot morgen. Tot morgen. Een hele goede middag. Het is bijna tijd om naar mijn werk te gaan. Maar ik heb morgen een redelijk kort dag spontaan evenementje. Jazeker, hartstikke leuk. Alleen, ja, dat is natuurlijk rennen, vliegen, doorgaan en weer opstaan. Vallen en weer opstaan. Ik heb dus het een en ander gemaakt. Ik heb kip, twee verschillende soorten. Ik heb rijst. Ik heb cantuccini koekjes gemaakt, super lekker. En ik heb gehaktballen, die moet ik dus vanavond nog maken. En ik moet nog briefgeld regelen. Ik heb van oma Elsje een soort van shaving dish gehad, tijdje terug. Wow, lekker wit. Die ben ik nu aan het wassen. Ik heb nog een coolbox van een paar jaar terug. Ja, die is eigenlijk van mijn zaak. Ik dacht, ik ga over het strand lopen met blikjes. En wat andere lekkere dingen. Ja, leuk idee. Fridging zwaar. Dus dat gaan we niet meer doen. Maar ik heb dus wel die coolbox. En dan ga ik dus straks koelelementen in de vriezer leggen. En ik kan alles koel houden. Shavings gaat mee. Rijstkoker gaat mee. Ik neem de tosti-ijzer mee voor wraps. Dan kun je dus kiezen van, doe mij maar met rijst. Of in een wrap. Wrap of rijst. Ik hoor een wrap. Wrap. Eieren ga ik maken, een soort dadar, dat is een geklutst eitje. Vergeet ik dan nog iets? Nee, denk ik niet. Nu ga ik nog
eten wegbrengen naar twee klanten. Want het kinderdagverblijf van Jessie, die heeft ook eten besteld. Superleuk. En daarna ga ik werken. What's the day? All in a day. Oké. Tot straks. Zo, hele goedemorgen. Het is de dag van het evenement. Het is prachtig weer. Heerlijk droog. Het zonnetje schijnt. Ik heb alles... Alles ingeladen. Kijk. Marathon. Kip. Alle benodigdheden. Tasje. En alle andere zooi. Rijst, nog meer kip, kroephoek en ei. Hier zitten wat drankjes in en zo. Alles geregeld. En je hebt ook kleingeld. En er was zelfs nog iemand die stuurde. Je staat vandaag op het evenement, hè? Als je nog 2 euromunten nodig hebt. Die vrouw van die... Van die hoek, waar ik vooral vertelde. Dus nou, dat was een beetje kort dag. Dus nou ja, mocht het echt nodig zijn. En ik heb dus nog bakjes besteld. Maar met mijn chaotisch hoofd heb ik die op een ander adres laten komen dan waar het evenement is. Want daar was tegen mij gezegd, hier heb je een affiche, is dit niks voor jou? Is bij Ockenburg. Ja, weet ik veel dat Ockenburg zo groot is. Dus ik heb het adres doorgegeven van Landgoed Ockenburg, maar het is Sportpark Ockenburg. Maar goed, hopelijk bellen ze nog. Auto is klaar, ik ga. Ik heb koffie. Ik heb drinken. Nou, eten moet lukken. Jessie, lunchpakketje ook. Jij, heb je een lunchpakketje? Nog niet. Jessie wordt opgehaald door opa. Hopelijk kan opa jouw klas vinden. Trots op jou. Veel plezier. Dank je. Ik hoop dat het een hele succesvolle dag wordt. Ook goed. Zie je mijn foto's? Ja. Doei. Doei. Ja, dit geloof je dus niet. Zo langzaam als dat het begon, zo snel ging het om een uurtje of 12. En nu is het bijna 2:30 en ik ben helemaal uitverkocht. Ingepakt, ingeladen en vertrokken. Wel even goedkeuring gevraagd, want ze willen eigenlijk dat je tot 4:30 blijft. Wat ik snap, want als iedereen ineens weg is, dan heb je ineens een lege food market. Maar ik ga nu gezellig... met mijn vader en Petra die kleine ophalen. En dan gaan we naar huis. En dan kijken we wel even waar we naartoe gaan. Misschien even Monkey Town of zo. Maar even wat gezelligs. Een hele, hele goede morgen. Ja, het begint een beetje een bekend plaatje te worden. Het is knijterdruk. Ik heb het knijterdruk. Ik vind het knijterleuk. Knijterleuk. En ik ben volop bak aan het koken. Ik heb eitjes in de oven staan. Dat is geklutst ei, peper en zout, gewoon een beetje kruiden. Die kun je lekker garen in de oven, dat gaat vanzelf. Dat, als je hem met een staafmixer erop zet, dan als je hem gaat bakken, dan wordt hij heel luchtig, superleuk. Ik heb water opstaan voor pasta. Ik heb hier een hele lekkere tomatensauce. Gewoon een beetje een basissaus. Ui, wortel, gepelde tomaat, peper en zout. Een beetje suiker, basilicum. En dit is een heerlijke vegetarische saus van champignons, koriander, met een beetje room. Ook op smaak brengen met peper en zout. En eventueel een beetje parmezaanse kaas. En dan heb ik ook nog gehaktballetjes ga ik zo maken. Ik heb bruschetta tomaten met knoflook en basilicum, peper en zout en een lekkere olijfolie. Ik heb kruidenboter gemaakt. Ik ga champignons bakken. Ik ga aubergines roosteren. Ik ga nog hakballetjes maken. Dat had ik volgens mij al gezegd. En dan heb ik borrelplankjes met wat kaas en hammetjes. En te veel om op te noemen. Ik ga nog eventjes lekker door. Want ik heb vanavond nachtdienst. En er komen een aantal mensen wat afhalen strakjes. Dus ik ga even vol aan de bak. En strakjes komt René thuis. En dan gaat hij hopelijk voor jullie een vlogje maken. Want het is weer een week geleden. Ja, we hebben het ontzettend druk. Het was gewoon heel chaotisch. Op het werk. Wat dingen in de privésfeer. En
Ja, daardoor heeft ons hoofd, ons kopje er even niet naar gestaan om de vlogjes te maken. Maar we proberen het een beetje op paal te houden. En hopelijk blijven jullie er ook gezellig kijken. Bij hard koken hoort ook hard poetsen. Heel de keuken schoongemaakt. Ik heb de eerste bestelling weggebracht. We hebben hier nog een aantal plankjes staan. Ja, de koelkast ligt vol. Dus we hebben in ieder geval genoeg eten. Daar nog wat bestellingen. Nu gaan we even een dutje doen. Wat rust. Hallo, het is weekend! En wij gaan eens even doornemen met Jesse Silver wat hij allemaal geleerd heeft op school. En deze week was het aandacht voor, hoe heet het ook weer? Ik kom je helpen. Ambulance, politie, superhelden. Dus we gaan even wat dingen testen of Jesse Silver wel goed heeft opgelet. Ik geef even de camera aan papa. Jesse. Allee. Wat gaan we doen? 1, 2, 3. 1, 2. Dokter. Mama heeft... Je moet even kijken of ze hard nog doet. Oh. Oké, kom er snel aan. Ja, we komen zo snel mogelijk aan. Nee, goed doen. Oh, dat is wel een hele bijzondere manier van... Jesse, rustig. Dat is wel een hele bijzondere manier van hartmassage. Wat moet je doen? Kijken of ze nog ademt. Ja, misschien. Gaat ze ademen? Nee, moet je even voelen. En je moet luisteren bij de mond. Hoor je nog een ademhaling? Ja. Ja? Oké, dan hoeven we niet te reanimeren. Leg ze maar op de zij. Kan niet. Kan niet? Oh. Dan moeten we even wachten op de ambulance. Oh, volgens mij is ze wel gestopt met ademen. Doe maar hartmassage. Snel. Ja, goed zo. Harder. 1, 2, 1. Nee, je moet op en neer. Ja, goed zo. 1, 2. Ja. En dan mond op mond, Jesse. Mond op mond. Ja, goed zo. Ik ben er weer. Oh, Jesse is echt goed bezig. Superheld. En weet je wat ik zo goed vond van jou? Dat jij 112 ging bellen. Ja. Oh, dat was echt heel goed. Eerst 1, 2, 3. Oh, maar Jesse. Ja. Volgens mij heb ik misschien wel mijn arm gebroken. Ik wil hier geen vallen. Ja. Ja, ik moet geen vallen. Nou, dat hoeft helemaal niet. Hij is helemaal niet gebroken. Oh nee. Nou. Gelukkig! Nou, zo. Mooi meegenomen. Jij hebt veel geleerd op school. Goed opgelet. Oh nee! Nee, als ik mijn mond open doe, dan ga je blazen. Oh ja. Nee, dat doe ik zelf. Oh, jij doet zelf blazen? Oh, ja. Ah, hij doet het weer. Jesse, wakker worden. Ben je er weer? Wat een acteur. Wat een acteur. Wij gaan jou even goed verzorgen. Dit geloof je niet.
Ik stoot net een stuk van mijn tand eraf. Met mijn beker. En ik hoopte nog dat de stukjes die ik in mijn hand had, dat dat van mijn beker was. Maar dat was niet. Jongens, kijk dit dan. Heb ik weer. Kan er ook nog wel bij. Ik had wel het idee, want het was daar een beetje wat doorzichtiger, dat het niet meer zo'n stevig stukje tand was. En ik doe mijn beker naar mijn mond en ik tik zo dat stukje eraf, zeg. Nou, als het te erg wordt, dan ga ik er maar wat aan laten doen. Sowieso staan deze zo schuin als ik weet niet wat. Nee, hè. Nou ja, anyway. Sergio is naar zijn werk, want die heeft nachtdienst. Ik heb een hele pittige week achter de rug. Op zich ging het wel goed, maar het was ook wel echt heel pittig op werk, zo alleen. Maar aan de andere kant ook wel weer trots dat ik het toch in mijn eentje voor elkaar heb gebokst allemaal. En meer dan mijn best kan ik niet doen. Dus ik ben wel blij dat het weekend is. En ik heb nu ook eindelijk tijd om even de vlog voor jullie te maken. Want ja, ik moet eerlijk zijn dat ik toch na het werk eigenlijk wel heel erg moe was. En ik gewoon om 9 uur dacht, ik ga naar bed. En eigenlijk denk ik dat nu ook. Want het is pas 7:55. Maar toch ga ik voor jullie even de vlog maken. En ik hoop dat jullie het een leuke, gezellige vlog weer vonden. En laat even weer een reactie achter. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we weer heel graag jullie reacties. Dankjewel voor het kijken. Ciao!